wil je ook even lastig komen vallen. Ja, we zoeken de meneer hier zitten. Zo van, de helpt het allemaal aan even in de gaten, hé. Ja, wat is het voor een firma wat je kunt? We zien van de firma L1, programma Ongerwaeg. Oh. TV. TV. Oh ja, dat is niks. Dan god je dat toch niet tussen de val? God je dan nou tussenuit? Oh, ik kan lekker dat tussenuit. Ik heb jullie bieten gewandeld, hè. Maar we doen nog niks, hoor. Hè? We doen nog niks. Ja, ja. Je ziet er, ik zag hier een bordje staan. Piet van den Houdt. Ja, dat wil ik zeggen. En ziet je de grote man achter de Hei op Feesten? Ja, gewist. Gewist? Gewist. Nou, want ik zocht tot dat bordje staan. De Hei op Feesten heb ik opgericht door Zorgborg, het bestuur van de Harmonie. En die heb ik toen opgekregen, dat is ter burg van de Harmonie nu. Hè. Maar hoe lang is dat geleden, meneer Van den Houdt? Even bedenken, hoe lang is dat geleden in? Het is toch in elk geval 35 jaar geleden. 35 jaar geleden is dat. Ik was voor een jaar dat dat... Hallo! Hoi! Dat dat ook geboekt is. Het vet me, ik weet het juist weg, het vet me gewoon niet in. Ja, maar de Hei op Feesten, ja. Bestond ze nog? He? Bestond ze nog? Nee hoor. Ja? Nee hoor. Ja, ik ben weer van het noorden, hè? Niks had ze mogen niks meer houden, hè? Nee. Die houden niet. Al ja, zaterdags en zondags, iedere dag zo'n 700 en 800 antres. Dat is de burg van de Harmonie, dat weet wat dat is. Ja, ja. Maar dat is de Hei op Feesten niet bezoend. Dat besteedt ook van de Harmonie mee. Ja. Dat is hoor. Ja. Ik heb er... Goedemiddag. Ik heb er een zaal in die zit van Ammergoen, in 1957, een zaal met geboekt. Voor de Harmonie? Voor de Harmonie, ja. Het hoor je bestuur van de Harmonie. Ja. Ja, en voor de mensen die niet weten wat de Hei op Feesten zien, wat zien de Hei op Feesten? Wat gebeurt er dan? De concerten voor de jeugd. Ja. Dan kom ik zaterdags en zaterdags, twee zaterdags en nog twee zondagen. Die hebben die 2 jaar hier een orkest gehad van 20.000 euro per avond. En het zaterdags van 20 zondags hadden ze nog even 800. En hoeveel luur kosten er dan? Ja, ze mogen niet meer mee. Hebben ze er al 2010 gehad. En ze mogen niet, hè? In een tent? Ja, dat is al daarboven, die loods. Oh. Ja, zijn er nog geweest daarboven? Die stroomloods, zo wat er steeds. Die grote loods. En wanneer is die gebouwd? Die hebben die loodsboer. Die loods zelf begonnen, die loodsboer, jong. Daarachter. Die grote loods, die 84. 89. Hè? In 89. Ja, ik denk dat we ze ieder geboekt hebben. In 89 voor die geboekt. Ja, de eerste. Hè, en waarom weet je dat zo zeker? We hadden hem nog zelf gemetseld, hè? Kijk! wat ziet je van elkaar? Ik ben een zoon van hem. Kijk. Oh. Heb je dat bordje geregeld, hoor, zeker? Ja. Ik zit wel met een steuncomité, maar daar was ik niks van af. Ik zit in de les van een steuncomité van de Hei op Feesten. En dan zit ik met hem, maar daar was er niks van gezegd. Omdat het eigenlijk voor papa? Ja. Dat hadden die jongen geregeld. Ik zit wel met een steuncomité. Ja, chic toch? Dus ik organiseerde Hei op Feesten met. Maar ik laat eigenlijk de hoofdzaken die jeugd over. Hij is een betere van het jeugd. Is dat zo, hè? Ja. Van muziek heb ik niet meer verstaan, van orkesten. Ja. Maar pap stond dus aan de wieg van de Hei op Feesten. Van gans in het begin. De eerste, dus toen behoest, ja. Langzaam 31 jaar. 31 jaar. Dit jaar heet 32 jaar geweest. Of is het? Nee, dit jaar 31 jaar heet geweest. Maar je had vorig jaar voor jubileum gehad. Dit jaar is het eerste jaar geweest. Maar toen zijn ze niet doorgehangen, hoor. Ja, zoals zoveel, hè? Ja, helaas. Ja. Maar pap, daar zei net van, dit is wel een huurlijke financiële aderlating ook voor de harmonie dan. Ja. Want we mogen niet klagen. We mogen niet klagen dat de Hei op Feesten dat nog altijd niet wordt. Het zijn een paar jaar geweest, dus de bieteke. Nee, maar, ja, maar ook dit jaar hebben ze dan... Want de harmonie helpt door een leuke Sanda-neuver. Ja. We mogen echt niet klagen. Ja, dat is een goede inkomst voor de harmonie. Ja. Dus, ja. En dit jaar dus niet? Helaas, hè. Ja. Helaas, het zal nog wel meer langs gewoon. Wie heeft dat het meeste pijn gedaan? Papa of eigenlijk het ganse Europa. Ja? Het ganse Europa, ja. Ik moet zeggen, het ganse Europa zit er wel achter. Ja. Die hebben nu uniformen tegen haar, ben je het vorig jaar gekregen. Ja. Die hebben ze precies 3 jaar hier opgetrokken. Verdent. En ik geloof ongeveer, ik durf het niet zeggen. Zo'n 75, 80.000 euro gekocht hebben. Die uniformen. Ja. Ja, ik ben niet van bestuur. Dat moest, zou ze mogen zeggen, zonder Hei op Feesten worden er geen uniformen geweest? Ja, weet ik niet. Maar ik heb ze wel een goed liegeren zingen, zal ik maar zeggen. Ja, dat zij zo, hè. Dat zij zo. Ja. Vroeger was altijd de kermis in de zaal. Dat is ook het allemaal, hè. Dat is allemaal weggevallen, hè. Dat is helaas. Dus dat wordt ieder. Maar die inkomsten zijn nog niet meer. Dat ook niet, vandaag niet. Dus, dat is ook gespecialiseerd werk, hè? Voor hard. Met de hart. Nou, dat is niet zomaar even... Waarom niet? Dat is even goed worden. Ja, dat geeft wel. Maar is dat einde die hier werkt? Ja. Oh. Ja. Ja. Dus is dat ook degene die normaal gesproken op dat ding rijdt? De vuur nog een met, ja. En nog een broer van de vrouw van de vuur nog met. Hé, maar dat is wel een goeie als ze zo in met rest en dan... Ja, maar dat leert ze vanzelf. Echt hoor? Ja, zeker dat. Dus de muur betalen wordt hier ze gemakkelijk. Simpel werk dat, hè. Nou, ik vind het knap. Ja. Ik denk dat er genoeg op een tractor rondrijden die een neervuur kunnen maken. Als dat zal best, ja. Dat zal best. Die kunnen misschien heel goed rijden. Ja, maar dat wens zo gewoon, ja. Hey, wat is er nou mis mee? Daar zijn ze het inboegen. Die loopt normaal in het gras. En dan stond er maar 12 mensen op. En nu moeten er meer mensen op. Dan gaat er een maaier zien. Binnen 14 dagen, zo gaat. En dan moeten er andere mensen opgezet worden. Die liggen door? Ja. Ja, die wordt opgezet hier. En dat is een paar dagen braaf aan. Dat duurt een paar dagen? Ja, is me gaan 40. Ja, dat moet van alles aan gebeuren. Zunneling de metser. Dat moet meer aan gebeuren, ja. Hoe is het trouwens met de mais dit jaar? We mogen niet klagen hier, geloof ik. Ze klagen wel heel aan het begin, maar de mais is wel... Ondanks de hittegolf? Ja, mais heb ik wel gehoord. Ja. Ja, dat is geen probleem. En met water geven, heb je daar nog problemen mee gehad? Ja, veel geven oeswater hier, veel varen oeswater, nee. Nooit. En veel beregen ook niet. Nee. Heb ze veel, die wat de erpelen en unnen, dat doen ze wel beregenen. Maar ze doen dat niet. We hebben ook geen erpelen. Nou. Ja. Want, loon bedrijf, zei ik. Ja. Dus nog altijd... de moeite weert. Ja, we zullen wel motten, of we willen of niet. We zitten in het schuitje hier. Is pap ermee begonnen met een loonbrief? Met Begoes, in 60 jaar zit er met Begoes. Ja, dan had je gezien dat... In 1960 zit Guy Begoes met het loonbrief? Ja, 60 of 61 jaar. Ja. We gingen met een zwager. En het leven dag, het leven jaar, het leven toch, hoeveel meer duur. Die werken nu, denk je, met 10 maanden, hè, jong. Ja, we zijn toch verschillende maanden geweest. Maar nu zijn we nog met 3, 4 vasten hier zo. En dan nog, we hebben wel veel losse hulp. Zo wat jongeren wat inspringen. Hé, maar 1960, dan had je toch eigenlijk ook een jubileum dit jaar? Eigenlijk wel, joh. 60 jaar? Niks aan gedaan? Nee, wat? Ik heb helemaal te werken met de vrouwleider. En trouwens, die... Die hebben allemaal goed school gehad. Die waren in 14 jaar blijven zitten school. Al wat die staat, nooit niets geleerd. 14 jaar van de school. Al zelf gebouwd. Ja, ik ging met 14 jaar van school af. Ja, ik ben een paar jaar langer geweest. Mooi veel meer geweest. Maar was dat voor toen op een gegeven moment... ik denk dat het voor papa heel vanzelfsprekend was, misschien? Dus dat beste jongen, dat is iets maar één keer. Dat zijn die klommelen voor de ogen. Dat beste jongen. En dan, want met hoeveel jongen wordt getoest? We waren 4 jongen en 1 zuster. Oké. We hebben allemaal in het bedrijf gezeten. Ik ben nu nog met 1 broer van mijn geling in het bedrijf. En die anderen zijn... Die doen nog wel een beetje mee toe, zoals ze zeggen. Ja. Springen met die in als het echt spannend is, maar voor de rest... Maar was dat als klein mensje al met pap mee op een tractor en zo? Ja. En toen had je het virus ook te pakken? Ja, ja, logisch. Hè. Toen ik toch best jong. En heb ze gezien van de school te gaan. Ja. Maar heb je nooit gedacht van waar ik maar iets anders kon doen? Ach, loser. Ik denk zo al, hoe best ze mee bezig? Maar als ze met werk bezig is ook het heen. Het is overal wat gaat. Op één plaats weer is in de beurs voor mij. Zeg dat nog eens. Op één plaats weer is in de beurs bij mij. Je hebt alles gemetseld hè, met nog een broer. Al wat die staat hier los, maar niet bij de boer. Zo. 16 jaar al. En de opvolging van Oog is dat... Ik denk niet dat van nog een opvolging kreeg hier zo. Tenminste... je gaat dan veel zin mee aan. Ja, het is veel s'avonds, het weekend. Ja. Dus, dan weet ze het. De jeugd werkt wel goed met, maar ook als het druk is, dan springen ze met heen zo. Dat is, mocht slecht weer verklagen. Maar dat houdt ze geen meer op de hoos. Drink een tas koffie? Nou! De wien heb je nog niet voor? Ja, ja. Maak voor tijd voor. Gezellig. Is